De trainer is eruit. Dat klinkt als een hele opluchting, zoals je het nu zegt. Nou ja, goed, je ziet wel dat het wat met de groep doet. Jongens gaan wat vrijer voetballen. En ja, we zijn wat dat betreft ja, nu met elkaar op een goede weg bezig. En ja, wat jij zegt, misschien voor sommige jongens een opluchting. En als je spreekt voor jezelf? Ja, ik denk voor mij... Persoonlijk denk ik dat het goed is dat we nu weer gewoon een nieuwe lijf verder kunnen en nog wat van het seizoen gaan maken. Fuck, daar baal ik van. Hij liep al, dit krachtwoord wat je nu net uitgooit. Wat zeg je nou? Hij liep al, we zijn al bezig. We zijn al bezig. Oh ja, maar snij maar even eraf dan. Want, Hoezo, mag je dat soort woorden niet zeggen? Tuurlijk, nee, tuurlijk wel. Begin maar. We zijn al begonnen. Oh, we zijn al begonnen. Ja joh, die vier letterige woorden die... Zijn niet zo erg toch, dat F-woord. En ik snap het heel goed dat je baalt. Ja. Want de eerste helft was helemaal niet slecht. Nee, er was niks aan de hand denk ik. We moeten 1-0 komen. Of 0-1 komen. Ja. Ja, goede kans. Ja. Had eigenlijk misschien afgespeeld moeten worden. Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik was zelf ook nog één keer dichtbij met een vrije trap. Toen raakte ik hem net niet, die van de rechterkant. Helaas. En toch gaat het weer heel snel achter elkaar mis. Ja. Niet de eerste keer het seizoen. Nee, dat klopt. Ja, we krijgen hem 0-1 tegen en volgens mij 3 minuten later ligt hij er weer in. Ja, ja, hoe komt dat? Dat het zo snel achter elkaar gebeurt. Is het dan een concentratieverlies? Of? Nou ja, ik denk dat het dan een klap is dat we dan 1-0 achterkomen. Maar ja, in principe is er dan niks aan de hand. We hebben nog heel lang te spelen. Maar goed, dan valt die te snel die 2-0 ja, en dan wordt het lastig. Dan is het eigenlijk wel voorbij, hè? Ja. Want heel, echt veel gecreëerd is er niet meer in de tweede helft. Nee, ja, ik denk tweede helft niet, eerste helft wel. En daarom moeten we onszelf eerste helft gewoon belonen. Ik denk dat we goed stonden. Ik denk dat we bij vlagen wel redelijk voetbal lieten zien. Dat is ook af en toe voor het eerst. En dus ja, daarin zie je wel dat we dan daarin dan goed bezig zijn om een positief punt eruit te halen. Alleen ja, dan moet je jezelf belonen met een goal en ja, dan kan het een andere wedstrijd worden. En nu sta je hier weer gewoon met lege handen en dat is gewoon zuur. Ja. Is dan ja, het negatieve gevoel overheersen, dat blijkt wel uit de eerste woorden van jou net. Toch is het niet zo heel erg slecht als de afgelopen weken voor de Graafschap? Of ben ik dan te positief? Nee, ja, tuurlijk, dat is zo. Alleen... Ja, je koopt er op dit moment nog helemaal niks voor. En dat is gewoon vervelend dat we weer met lege handen staan. Maar goed, ja, je kan zeker zeggen dat we dat de laatste 2 weken veel betere dingen laten zien dan dat we die weken daarvoor hebben. En hoe komt dat? Wat is er anders? Nou ja, ik denk dat dat wat er anders is. De trainer is eruit. Dat klinkt als een hele opluchting, zoals je het nu zegt. Nou ja, goed, je ziet wel dat het wat met de groep doet. Jongens gaan wat vrijer voetballen. En... ja, we zijn wat dat betreft ja, nu met elkaar op een goede weg bezig. En ja, wat jij zegt, misschien voor sommige jongens een opluchting. En als je spreekt voor jezelf? Ja, ik denk voor mij persoonlijk denk ik dat het goed is dat we nu weer gewoon een nieuwe lijf verder kunnen. En nog wat van het seizoen gaan maken. Wat doet Ben Kintz anders? Nou ja, goed... Wat hij anders doet, ik denk dat hij afgelopen... Hij zit natuurlijk met corona nu nog. Dus, of tenminste, afgelopen 2 weken had hij corona. Dus hij kon nog niet echt zijn stempel drukken bij de trainingen. Maar wel in de coaching en naar de wedstrijden toe. Ik denk dat we op een positieve manier nu elkaar proberen te benaderen. En proberen de sterke punten van iedereen te benutten. Ja, en ja, dat is al het begin. En vanuit daaruit moeten we nu gewoon verder bouwen. Maar goed, ik denk dat we... Ja, wat ik zeg... Kijk, het is een beetje krom om te zeggen. Want je staat hier met lege handen. En je staat vorige week ook met lege handen. Maar ik denk wel dat we, ja, dat we op de goede weg zijn. Dat je een ander Dordrecht ziet als die weken daarvoor. Want nu, ja, het is 2-0. En ik ben van mening dat het ook een andere uitslag had kunnen zijn. Maar het is ook weer geen 5-0 zoals die weken of 7-1. Wat we... En dat is gewoon, ja, dat is het positieve wat je eruit moet halen. Maar ja, kijk, over het algemeen ben ik gewoon, ja, is het niet echt, kan ik niet positief zijn. Want ik had hier gewoon 3 punten willen halen.